2005. In het programma Grenzeloos Verlangen komen Aart en Annette Kuit thuis met hun derde adoptiekindje. Vind je er nou niet lief? Annetje. Hey, wat heb je mooie haren. Dat is nou Anne-Meije. Kijk eens, wie is dat? Is jullie gezin met Anne-Meije erbij compleet? Dat is een hele gevaarlijke vraag. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het nu is met het gezin van Aart en Annette. Is het bij drie kinderen gebleven? Nee dus. Nee. Er was toch nog ruimte. Ja, en een wens. Ja, we zijn begonnen met crisisopvang. Dus hebben we heel kort kinderen gehad. Zo is Bo ook eerst bij ons gekomen. Ja, een klein poosje. En die is toen toch ook nog weer ergens anders naartoe geweest. Toen kwam Madelon. En Madelon is nooit meer weggegaan. En toen kwam Bo ook nog weer terug 2 jaar geleden. Daar kies je natuurlijk niet met z'n tweeën voor. Want je hebt al een gezin en die praten ook mee. Want die zijn ook al wat groter. Mm-hmm. En als je dan hoort dat die hun hart ook openstellen. Ja, dat is gewoon bijzonder. Jelle zei van, ik heb een goede toekomst. En waarom zou ik niet een stukje ook van mijn toekomst aan een ander kind geven die het heel hard nodig heeft? Zij hebben ook open armen, open hart voor deze kinderen. En wat wil je ten diepste meegeven? Ja, bij mij komt dan wel het woord geborgenheid boven. Omdat dat het is waar ze denk ik het meest behoefte aan hebben. En vanuit die geborgenheid, voelen dat je er mag zijn. En dat je gekend bent door, nou, ik denk door mensen, maar ook door God. Want dat stukje kunnen we ze ook meegeven. Hoop je dat ze stevig hun toekomst in kunnen gaan. Dus dat is wat je ten diepste toch wel deelt. Ja. I will carry you. Kom er even bij. Geef ze een applaus, ja. Aart, Annette, Jelle, Jitse, Annemij, Madelon en Bo. Kom er lekker bij. Hi. Een hele grote familie. Met z'n zevenen. Kom maar een beetje, schuif maar een beetje op. Zo, ja. Dan ga ik even tussen jou in. Jelle, kom er ook even bij, zodat de mensen je ook even goed kunnen vinden. We zagen een heel mooi filmpje. Ik mocht een dagje met jullie optrekken. Het was heel gezellig. De pannenkoeken waren ook heel lekker. Ja, zeker. Gaat het nou altijd zo goed tussen jou en je broers en zussen? Want het zag er wel heel harmonieus uit. Altijd, tja. Ja, uiteindelijk, in het einde zijn we gewoon natuurlijk familie. Dus daar horen alle conflictjes ook bij. Maar ik denk dat het vooral is dat in het begin... je kiest voor een veilige familie, niet voor een perfecte familie. Dus dat is wel iets wat je moet onthouden bij het begin aan pleegzorg. En jij voelt je veilig in dit gezin? Ja, natuurlijk. Want anders had ik deze twee kinderen ook niet onder mijn armen genomen. Dat is mooi. Wat mooi. Ja. Ja, hoe vind je dat om te horen? Ik ben gewoon trots op ze. Die kijken hoe je staat. Het is echt heel mooi. Ja, geweldig. En hij kan het goed zeggen. Ja. Ja. Maar is het zo dat het soms ook wel af en toe lastig is? Of... Ja, het is natuurlijk, het lijkt allemaal heel mooi en het ziet er ook heel mooi uit. Maar we hebben ook onze moeite en zorgen. En het is ook wel eens lastig. Maar goed, we hoeven het ook niet alleen te doen, zeggen wij altijd. Dus zo met elkaar. Ja. Zo is het, zo is het. En Aart, nou ja, we staan hier zo met elkaar. Jullie met z'n gezin, met z'n zevenen. Wat voor gevoel geeft dat? Super toch, dat je zo voor elkaar mag zorgen. Dat je om elkaar heen mag staan. Geweldig, ja. Mooi, ik vind jullie een heel bijzonder gezin. Echt een voorbeeld van open armen. En
We hebben een lied uitgezocht wat heel goed past bij jullie verhaal. En daar mogen jullie naar gaan luisteren. Jullie mogen lekker gaan zitten en ervan genieten. Het heet Ik geef je de wereld. Het past heel mooi bij jullie. Dank jullie wel voor jullie komst. Fijn dat jullie er waren. Geef ze een groot applaus, de familie Kuit.